Ja, hier is Vissie weer en vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. En jawel, op de achtergrond zien jullie weer eens een keertje Black Ops 3 gameplay. Want ja, aankomende dagen zien jullie gewoon natuurlijk heel veel Black Ops 3 op mijn kanaal natuurlijk. Het is logisch natuurlijk, het is beta tijd. En dat betekent natuurlijk dat we met z'n allen waarschijnlijk, hè, jullie ook, tenminste de meeste, moet je maar achterlaten of jullie beta al spelen. Laat ze ook achter welke rank jullie zijn trouwens, dat wil ik ook wel eens weten. Of jullie ook al helemaal aan het grinden zijn, hè, tot de maximale rank wat tot nu toe mogelijk is. En dat is level 28. Dat vertelde ik ook net trouwens in mijn live commentary. In ieder geval, de gameplay die jullie zien op de achtergrond is natuurlijk van mij. Ik speel hier samen met de King77NL op de map Hunted. En dat is de grootste map in ieder geval die in de beta zit. Of die in de game zit, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het zit in ieder geval in de beta, hè, natuurlijk. Als grootste map. En je zult zien aan de titel van Chris beter dan LEA. Nou, dit potje in ieder geval denk ik wel. Want dit was gisteren dus. En gisteren speelden we eigenlijk de hele dag alleen maar met YouTubers en tegen YouTubers. Het was namelijk zo dat we speciale codes hadden gekregen om de beta een dagje eerder te kunnen spelen. En dat heeft ermee te maken dat natuurlijk YouTubers een beetje de game al van tevoren al een beetje moeten uitvinden hoe het in elkaar zit en zo. Maar niet alleen YouTubers, maar ook mensen van de pers en zo. Hè, en dat soort dingen. Die speelden ook de game. En natuurlijk heel erg belangrijk, hè, dat als er een review over iets wordt gedaan, dat ze natuurlijk een beetje van tevoren al weten hoe de game in elkaar zit. En als ze dan op die dag uitkomen, hè, die reviews, dat ze niet ineens eigenlijk de helft vergeten, zeg maar. Vandaar dat wij gisteren early access hadden tot de beta. Er waren door David getweet, in dit geval 260 mensen ter wereld die de beta konden spelen. En een stuk of 10 in Nederland in ieder geval daarvan. En daar was ik natuurlijk, gelukkig, nou natuurlijk, maar ik was in ieder geval één van die dat kon spelen. Was natuurlijk hartstikke blij mee. En ik speel hier dus ook met LEA. En ik denk in ieder geval dat het LEA is, want het XX, LEA XX. Dus ik denk dat het meneer LEA samen, tenminste dat het LEA was. Want ik speelde ook een paar keer tegen hem. En toen werden we ook wel een paar keer geowned hoor, moet ik wel eerlijk toegeven. Ik ben natuurlijk nu, ik heb natuurlijk nu al wat uurtjes gespeeld. Ik denk dat ik in totaal al een stuk of 6, 7, misschien wel 8 uurtjes heb gespeeld, de game. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het helemaal kwijt ben die tijd natuurlijk. Want ja, in-game playing tijd is natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld als je in de lobby zit en zo. Dus ik kan het niet helemaal goed inschatten. Ik speel trouwens met de Razorback en ik zag ineens dat ik deze gameplay wou inspreken. Ik denk, godverdomme, ik heb net toch een live commentary gedaan met de Razorback. Maar deze Razorback is nog wel wat anders, want hier speel ik in ieder geval met een Red Dot. En zo is hij eigenlijk ook best wel lekker, de Razorback. Alleen, uiteindelijk zou ik inderdaad gewoon lekker naar primary gunfighter gaan en dan bijvoorbeeld met grip werken. Misschien stok in het begin. Later zou ik gewoon long barrel nemen en wat zou ik, quick draw. Eigenlijk ook weer een must iets, denk ik wel, voor deze SMG. Er wordt vaak gezegd van dit wapen is niet voor hele lange afstanden en zo. Ja, kan wel, maar je moet gewoon goed aimen eigenlijk, als ik eerlijk ben. En iets rustiger spelen dan natuurlijk. En ja, op deze map is het gelukkig altijd zo dat je wel wat rustig moet spelen. Want het is gewoon een grote map, dit. En ik vind het zelf, als ik eerlijk ben, ook een van de drie minste, zeg maar. Hè? Nee, een van de drie minste. Er zijn er maar drie. Nee, ik bedoel, dit is de minste van de drie, zou ik het zo zeggen. En op zich zit er wel iets leuks in natuurlijk. Je kan zwemmen. Ik weet niet of ik dit in deze gameplay doe of zo, maar je kan hierin zwemmen, zeg maar. Een waterval op je midden en dan kan je zwemmen. Dus je kan in Call of Duty tegenwoordig ook zwemmen. Maar op zich, ja, toffe game op dit moment. Wel een beetje veel bullshit nog steeds in, vind ik wel. Dingen overpowered en zo. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan tweaken. Een beetje gaan aanpassen natuurlijk. Hè? Een beetje gaan patchen en zo. Want zoals granaten en zo. En wat moet ik meer zeggen? Ik vind ook bepaalde specialties vind ik ook behoorlijk OP. En ik weet niet. Nou, dan moeten ze nog een beetje aanpassen. Ik ben dus level 28. Jammer in ieder geval dat ik niet alles ga spelen. Want dan moet je natuurlijk
gewoon, ik weet niet, level 70, level 80 zijn. Ik weet niet tot hoe hoog je kan levelen. Dat gaan we allemaal natuurlijk gewoon vanzelf zien. En misschien kan ik trouwens van de week nog levelen als de beta duurt nog een paar dagen. En misschien dat je dan gewoon verder kan levelen uiteindelijk. Dat zou wel tof zijn namelijk, want ik wil eigenlijk wel een beetje ook alles uittesten. Hè. Voor YouTube ook belangrijk natuurlijk om alles uit te testen. 24 kills dus, TDM. Best wel nice, 1/3 van de hele game. En dan vind ik het eigenlijk al een beetje gameplay, hè, tegenwoordig, hè. Tenminste, later wordt het natuurlijk 30-40 plus, moet je dan hebben, om het gameplay te noemen. Maar nu zou ik zeggen, ik maak 1/3 van de kills van mijn team. Dus ik vind het gameplay in ieder geval. Ik wil graag weten ook een beetje wat jullie bevindingen zijn tot nu toe van Black Ops 3. Vinden jullie het een beetje een leuke game? Wat vind je, noem een paar voordelen, noem een paar nadelen. Misschien dat ik in deze, misschien morgen of overmorgen, als ik een nieuwe commentary maak, dat ik dan eventjes die dingen ga behandelen die jullie achterlaten bij de comments. Dus laat gewoon even achter van, hé, ik vind het een leuke game omdat, ja, en ik vind het geen leuke game omdat, dan kan ik er misschien nog een beetje op inspelen. En een leuke commentary daarvan maken. Want dat is natuurlijk ook gewoon de bedoeling. Gisteravond hadden we in ieder geval het event in de release party, zeg maar, van de beta in Eindhoven. Tyfus en rijden, moet ik eerlijk zeggen. 400 kilometer ruim voor mij. Maar toch wel leuk dat ik in ieder geval even geweest ben natuurlijk. En ja, dat ik gewoon ook de kameraden heb gezien zoals Erik Gel en zo. En weer eventjes. En ook een paar subscribers heb gezien zoals Gino en Jorja Kleijsen en... Joey heb ik gezien. Joey van Koenhoven, geloof ik dat hij heet precies. Leuk dat ik ze in ieder geval gezien heb. En ja, dat is altijd wel tof aan dat soort events natuurlijk. Want ja, het is niet alleen natuurlijk ook een game, maar het is ook natuurlijk leuk om gewoon mensen weer te zien. Zoals wat bekendere mensen. En de wat mindere bekendere mensen. En de mensen die natuurlijk wat verder wonen ervan. Dus ik vond het in ieder geval wel gezellig om daar naartoe te gaan. Dat is wel een beetje ver voor mij, moet ik even toegeven, maar... ja, het was weer een latertje, maar dan verder een geslaagde avond in ieder geval. Nou, gameplay is bijna over. Tenminste, hij is eigenlijk zeg maar over. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef gewoon een duimpje omhoog voor deze leuke random commentary. En ik zeg natuurlijk zoals altijd, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en bye bye.